Zie jij maar, jong. Jullie moeten gevaarlijk eruit zien. Welkom bij aflevering 5 van Hansje. Wat een motoriek. Oh nee, gewone riek. Terugblik, FC Dordrecht. Zo de juw, wat was het weer spannend op het eind, hè? Kiepervel hak ervan. Die lui waren nog gevaarlijk ook, man. Het had 2-0 moeten zien, was het bekeken geweest. Die hakkenbouw, die stond echt niet buitenspel. Echt niet. Waar is dat toch met die fluiters tegenwoordig? Altijd maar dwars fluiten. Ze moeten gezamenlijk als een blok fluiten. Ja, we moeten toch een beetje op elkaar ingespeeld raken. Maar kregen tenminste Lenders in het spel. Oh, ik bedoel Len in het spel. Het gaat wel steeds beter, dat moet ik zeggen. Ja, favoriete speler. Ik vond die keeper wel hartstikke goed. Die Alblas, die kiepte als een gier. Hij vloog naar de kruising om zijn prooi te pakken. Volgens Jack kiepte hij een wereldpartij. Hij trapt ook lekker uit, die jongen. En hij voetbalt ook goed mee. Lekker man. Met de keuze, man van de wedstrijd, was ik het ook wel eens. Dik verdiend, Labiel. Je speelde heel stabiel. En Hakkenbouw, alweer zijn derde. Lekker man. Die kleine rat. Hij is er als de keeper bij. Een beetje Gert Müller van vroeger. Tegenstander zaterdag, Roda JC. We gaan hem kwart van 9 mijnen vegen. Bij die Koempels in Limburg. We missen wel een verdediger en een aanvaller. Kefida en Umeni. Die moeten zaterdag naar de BSO. De buitenschoolse opvang. Ik ben maandag ook nog naar de spelersmeld geweest. Geen ene keeper voor ons gevonden. Alleen maar barkeepers op de grote meld. Nou, ik voorspel dat het een moeilijke wedstrijd wordt. Maar dat we toch sneaky met 0-1 winnen daar. Even terugkomen op onze keeper, Coutinho. We moeten de kool en de geit speuren. Hij ging een beetje onrust zaaien. Paniek kweken en argwaan wekken. Hij zal gezien zijn leeftijd wel naar RTL 4 gaan. Leuke club voor hem. Daar ligt de lat niet zo hoog. Want hij is maar 1,80 meter. Dan kan die Rob Verlinde opvolgen. Mijn eigen huis en tuin. Die had ook groene vingers. Het doel wat Coutinho naar streefde was veel te hoog. 2,44 meter. En dan ook nog 7,32 meter breed. Oh ja, ik heb hier ook nog zo'n jong bij me om het vak te leren. Hoe heet dat ook weer? Stagiaire? Nou, zeg het maar eens, jongske. Ik heb ontzettend veel vertrouwen in de ploeg. En ik hoop dat ik denk dat morgen een nulletje of 4 moet lukken. En ik denk dat dit seizoen wel kampioen worden. Omdat we eigenlijk tegen Cambuur tot de 2-1 gewoon ontzettend goed speelden. Dit was Willem Nijl vanaf Sportpark De Eendracht. Oh ja, wist je ook dat ik op Facebook ben? Moet je gaan naar facebook.com/NEC. Dat is ook voor mijn chatbox. Onderbox, lange box en zwembox. En vergeet mijn video's niet te liken. Lijkt het je wat?